Een diep verdriet heeft zich meester gemaakt van de familie Smit Jon langs afscheid moest nemen van een dierbare steunpilaar. De oma van Jan en Monique heeft haar laatste adem uitgeblazen, een moment dat zwaar weegt op de harten van iedereen, inclusief de jongsten. In deze donkere dagen zoekt Monique de zus van Jan naar lichtpuntjes en naar momenten van verstrooiing en samen zijn die de zwaarte tijdelijk kunnen verdrijven. Zo deelde ze op Instagram een moment van pure afleiding, een bezoek aan een voetbalwedstrijd, waarbij ze haar zoon trakteerde op een dagje uit. Het zijn hele beladen dagen. Luidde haar bericht, vergezeld van een foto die de band tussen moeder en zoon tijdens deze sportieve uitstap onderstreept. Dus dit was even een mooie afleiding tussendoor. Vooral voor de mannen, voegde toe. Op steun van haar broer Jan kan ze niet rekenen, want de twee zijn al heel lang gebrouilleerd met elkaar. De keuze voor de wedstrijd FC Volendam tegen Feyenoord bleek een schot in de roos. Monique verhaalt hoe haar zoon Noah verscheurd door loyaliteit aan zowel Feyenoord als Volendam in onverwachte eer te beurt viel. Als lid van de Feyenoord-cameraatjes kreeg hij de kans het veld op te lopen, gekleed in het tenue van Feyenoord in het hart van Volendam. Wat heeft hij toch een mazzel. Merkt Monique op, de ironie van de situatie herkennend met een luchtige noot over de uitslag, dus 0-0 is voor hem een mooie uitslag, haha. De kern van dit familiedrama wordt echter gevormd door het verlies van hun geliefde oma. Jan Smit deelde een ontroerend tierbeton aan haar op Instagram, waarin hij herinneringen ophaalde aan haar rol in de videoclip van Ik zing dit lied voor jou alleen. Een lied dat Jan als 11 jongen uitbracht en waarin zijn oma schitterde. Op een dag vertelde mijn lieve oma dat zij op weg ging heel alleen. Deze woorden heb ik de afgelopen 27 jaar duizenden keer gezongen, schreef Jan, de volle emotionele impact van haar heen gaan onderstrepend. Nu is het moment aangebroken dat deze oma haar laatste reis heeft mogen maken.